Je geluid doet het gewoon. Hallo. Jaar geleden alweer, hè? Het is een jaar geleden dat ik hier niet zat. Nou, ik stond daar. Ongeveer. Laat maar even mee, joh. Kun je het allemaal zien? Kunnen jullie even lekker kijken? Kom maar even lekker kijken. Zie je? Hier ongeveer stond ik zo. Nee, stond zo. Ik stond hier. Kan je nog herinneren? Weet je nog? Dat ik hier stond? Ja. Ja, ik ook. Daar stond ik, maar ik ga nou weer even zitten. Dat vind ik een stukje relaxter. Moet ik weten. Nee, ik stond dus daar. Daar stond ik. Wil je even kijken? Of? Nou ja, is goed. Ik loop er wel even heen. Kan je even kijken. Ik stond hier. Ja, hier ongeveer. Hier stond ik. Weet je nog? Hier. Ja, of hier. Het maakt in principe ook niet uit waar ik stond. Kijk hier. Hobbel. Paard. Nee. Daar stond ik dus. En. Hoe bedoel je? Ik stond daar. Ja, maar. Je mag. Wil je even kijken? Ja, nee, daar ga ik toch echt niet aan beginnen. Dat is normaal, man. Nee, ik stond daar en toen riep ik jullie op om mij eens even een flinke veeg uit de pan te geven. Hier, kankerlul. Om mij eens even ja, de les te lezen over wat voor een ontzettende toffe gozer ik wel niet ben. Weet je nog? Ik stond daar. Daar stond ik. Weet je nog? Moet je even kijken. Even kijken? Nou, laat maar even mee dan. Ik weet het nog goed, want ik stond dus. Ja, hier ergens. Maar goed, dat maakt voor het verhaal verder niet onwijs veel uit ofzo. Ik zit op mijn hobbelpaard. Een soort déjà vu-achtig iets. Heb ik. Maar goed. Daar stond ik en. Ja, veeg uit de pan. En man. Dat lieten jullie je geen twee keer zeggen. Jullie gingen echt helemaal los. Ik heb wel eens gehoord van Finn. Ik weet niet wat voor bagger jij op het internet gooit. Maar jullie kunnen er ook wat van, jongens. Nazi Duitsland was er niks bij. Nee. En niet één keer. Zelfs tot twee keer toe. Ja. En toen dacht ik bij mezelf van. Oh. Nou, dacht ik. Dus een of andere kale mogol op het internet. Die zegt tegen jou, ik wil dat jij iemand anders, een andere ziel. Kwek, kwetst. En jij gaat helemaal los. Waar de fuck ben jij mee bezig, man? Nazi Duitsland, motherfuckers. Nazi motherfucking Duitsland.
een of andere kankerkneus. Die zegt, doe dit en dit en dit en dat. En jullie? Wat doen jullie? En dat allemaal? Voor een blauwe wuppie? What the fuck, man? Gelukkig waren er een paar bij. Die zich niet laten leiden. Die voor hunzelf nadachten. Die in hun hart bleven. In het licht, in de liefde. Want zo... Hè? Heb ik jullie, godverdomme, niet opgevoed. Dus, voor één van diegenen die toen bij zichzelf dacht van nee. Ik blijf gewoon wie ik ben. Ik laat me niet door een of andere fijne gozer vertellen wat ik moet doen. Is de blauwe wippie. Die heb je fair and square gewonnen. Ik heb hem alleen niet meer. Maar ik zal je een andere prijs doen toekomen. Sam Post. Als je mij je adres even mailt. Naar het welbekende e-mailadres. Jemoeder43@hotmail.com. Dan doe ik jou een mooie prijs toekomen. En jongens. Ga je schamen, man. What the fuck. Ik. Dat doen we toch niet meer. Achter iemand aanhobbelen. Omdat iemand iets scheelt. Of het nou een list is of niet. Kom op, man. Het is 2020. Dat is normaal. En ik weet nog goed, hè. Toen ik dit plannetje bedacht. Weet je waar ik stond? Ik stond hier. Ik stond hier en ik dacht bij mezelf. Nou, hier gaan ze toch niet intrappen. Hier stond ik. En ik denk mezelf. Zo fucking dom zijn jullie toch niet? Jullie kunnen toch wel zelf nadenken, of niet? Maar goed. Ik ga even een Telegraaf lezen en dan met iemand praten. En dan wat ik heb gelezen verkondigen alsof mijn eigen mening is. Hallo.